creditcards. Hoewel in Nederland eigenlijk iedereen gebruik maakt van debitcards, je pinpas, waar dus geld op staat wat je uit kunt geven. Je kunt eigenlijk niet meer uitgeven dan het erop staat. Zul je zien dat steeds meer Nederlanders ook gebruik gaan maken van creditcards. Bijvoorbeeld omdat je online aankopen automatisch verzekerd zijn. Omdat je een bepaalde abonnementsdienst af wil nemen. Bijvoorbeeld ik heb zakelijk diensten, Amerikaanse diensten die je alleen met een creditcard af kunt nemen. Of bijvoorbeeld op vakantie wanneer je een hotel wilt boeken of een auto wilt huren. Dan vragen ze vaak om een creditcard. En dat zijn dus redenen dat steeds meer Nederlanders ook een creditcard nemen. En dat is dan ook de reden dat ik in deze video wil gaan kijken naar verschillende creditcards. Een overzicht van welke creditcards er zijn en welke kosten zich met zich meenemen. En we kijken natuurlijk ook naar de voordelen, de nadelen of in ieder geval dingen waar je op moet letten. Nou, al die informatie krijg je weer in deze video. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien, klik dan hieronder op abonneren en dan mis je nooit meer een video. Maar in deze video gaan we dus kijken naar creditcards. Welke creditcards zijn er? Welke kosten neemt het met zich mee? Wat zijn de voordelen en nadelen? Noem het allemaal maar op. Welke aanbieders zijn er? Maar voordat we daarmee beginnen, gaan we natuurlijk eerst kijken naar creditcards. Is het wel verstandig? Want je hoort vaak negatieve verhalen. Dat had ik zelf in het begin ook. Wat ik toen wist van creditcards was eigenlijk dat het vooral in Amerika zo gebruikt werd. En dat er daar veel schulden werden opgebouwd door middel van creditcards. Dus ik heb eigenlijk heel lang geen gebruik gemaakt van creditcards. Maar zeker zakelijk tegenwoordig, maar misschien ook wel privé als je dingen op online aankoopt. Of bijvoorbeeld dus op vakantie gaat en een auto nodig hebt of een hotelkamer. Dan wordt vaak al naar een creditcard gevraagd. En dus hebben ook steeds meer Nederlanders een creditcard in bezit. Nou is een creditcard natuurlijk altijd wat gevaarlijker vanuit financieel aspect gezien dan een simpele pinpas die we hebben in Nederland, omdat je eigenlijk bij een creditcard geld gaat lenen. Dus je betaalt iets wat je later gaat terugbetalen en ze gaan er dan vanuit dat je dat op tijd kunt terugbetalen. Zo niet, dan moet je rente gaan betalen en dat is eigenlijk het probleem een beetje wat in Amerika is. Terwijl hier in Nederland, ten eerste zijn we niet opgegroeid met creditcards, we betalen vaak dingen waar we het geld al voor hebben, maar ook steeds meer dingen worden op afbetaling betaald. En creditcards was dus ook steeds gewoner. Als we dan gaan kijken naar bijvoorbeeld Amerika, waar creditcards al heel lang gebruikt worden, het heel normaal is zelf om met creditcards te betalen, dan zul je daar zien dat de gemiddelde schuld van een Amerikaan $8400 is op creditcards alleen al. En dan moet ik trouwens zeggen dat dit $8400 per huishouden is, maar dat is nog steeds een enorm bedrag. En het zorgt er in Amerika ook voor dat mensen moeite hebben om dit af te betalen, want dat heeft te maken met het rentepercentage. Omdat het zoals gezegd geleend geld is, zul je rente moeten betalen totdat je alles hebt terugbetaald. Nou, over zo'n bedrag van $8400, dan heb je dus eigenlijk een schuld dus van $8400. En daar kan in Amerika vaak tussen de 22 en 28% rente op jaarbasis worden gevraagd voor die schuld. Dus stel je hebt $10.000 schuld, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je bijna $3.000 rente per jaar betaalt op dat bedrag. Nou is dat in Nederland gelukkig wat minder. Hier ligt het rentepercentage geloof ik wettelijk gezien op maximaal 14%. Maar wat je zult zien is dat ze vaak ook nog kosten in rekening brengen. Dus omdat je te laat bent met betalen, omdat je terug moet betalen in termijnen, rekenen ze daar ook kosten voor. En zou het zomaar kunnen zijn dat je uiteindelijk ongeveer 20% rente betaalt op jouw schuld. Dus op de vraag of het verstandig of niet verstandig is om een creditcard te nemen, is eigenlijk van hoe ben jij met afbetalen. Als jij zorgt dat je elke maand je creditcard afbetaalt, dan leen je in principe geen geld. Dan blijft er geen bedrag openstaan aan het einde van de maand. En heb je dus ook niet te maken met die 20% rente die je misschien wel moet betalen. Dus zolang je alles op tijd afbetaalt in principe, is er niks aan de hand. En heeft het eigenlijk alleen maar voordelen. Het is alleen zo op het moment dat je het een keer niet af kunt betalen, dan heb je meteen met grote nadelen te maken. Zoals gezegd die kosten en het rentepercentage, die dus wel op kunnen lopen tot 20% per jaar. Maar laten we ons eerst dan gaan richten op de voordelen van een creditcard. Want dat is vaak de reden dat mensen er toch eentje nemen. Nou, zoals gezegd, ik ben ermee begonnen zakelijk omdat ik een paar diensten wilde afnemen. Onder andere voor deze website, de nieuwsbrief, zeg maar, is zo'n systeem. Dat is een Amerikaanse dienst en die vragen gewoon om een creditcardbetaling. Ja, als je dat niet hebt, kun je die dienst überhaupt niet afnemen. Dus dat was een van de redenen dat ik met een creditcard ben begonnen. Ook later heb ik er privé trouwens ingenomen. En dat had vaak dus te maken met bijvoorbeeld die online aankopen, waar je vaak zult zien dat je 6 maanden tot zelfs wel 12 maanden je online aankoop verzekerd is. Dat je altijd eigenlijk aankomstgarantie hebt. Dus je weet zeker dat het pakketje bij je aankomt. En zo niet, dan valt het onder de verzekering van die creditcard en krijg je dus alles vergoed. Dus ook zeker bij webshops waar je het niet zo vertrouwt, kun je vaak een creditcard gebruiken, omdat je eigenlijk de kosten die je
extra betaalt. Daar zit eigenlijk al een beetje een verzekering in. En dus ben je eigenlijk verzekerd dat je aan de ene kant of je product krijgt of je geld terug aan de andere kant. Dus dat is altijd al een voordeel. En zoals gezegd, ook vaak op vakanties zul je zien dat wanneer je een hotel gaat boeken of een huurauto gaat huren dus. Ja, dat ze gewoon vragen om een creditcard, omdat dat wat meer zekerheid geeft. Mocht er dan ooit schade zijn of wil je niet betalen aan het einde van de termijn, dan kunnen ze dat gewoon via je creditcard afschrijven en hebben hun geld in ieder geval binnen. Dus dat zul je vaak zien, ook omdat het in het buitenland veel normaler is, creditcards, dat ze vaak om een creditcard vragen. Een van de eerste plekken waar mensen gaan kijken voor een creditcard als ze er een willen, is bij hun eigen bank. Want je zult vaak zien dat je al ergens een betaal- of een spaarrekening hebt en dat diezelfde bank dan ook een creditcard aanbiedt. Dus misschien zit het al ooit zelfs al in je pakket, dan is het helemaal al makkelijk. Of kun je er gewoon makkelijk via je app als je inlogt bij je eigen bank er snel een aanvragen. Het voordeel hiervan is natuurlijk ook dat de bank al je betaalgegevens eigenlijk al heeft. Dus ze gaan altijd beoordelen van, geven wij iemand een creditcard omdat we eigenlijk geld aan iemand uit gaan lenen? Hoe groot is de kans dat diegene het geld terugbetaalt? Als zij jouw betaalgegevens eigenlijk al hebben en ze zien dus waar jij je geld aan uitgeeft en hoeveel geld er elke maand binnenkomt, dat je een vaste baan hebt, een vast inkomen, dan zul je vaak ook veel sneller zien dat ze sneller een creditcard aan jou kunnen uitdelen. Laten we dan kijken naar een overzicht van creditcards per september 2019 van de grootste banken of de meest bekende banken in Nederland. Wat we dan vaak zien is dat er een limiet van €2500 in de maand is. Sommige zijn wat lager, sommige zijn wat hoger. En bijna bij alle banken is het zo dat de producten of de aankopen voor 180 dagen verzekerd zijn. We zien ook dat de kosten vaak best wel bij elkaar liggen, behalve dan bij Knap die het gratis geeft. Maar meestal ligt het zo tussen de 15 tot €25 per jaar aan kosten om een creditcard überhaupt al te hebben. Je ziet ook dat vaak de kosten met een valutahandeling of met een geldopname redelijk bij elkaar liggen. Dat allemaal zo tussen de 2 en 4% ligt. En vaak nog een minimumbedrag zeg maar, van €4,5 die zijn kosten in rekening brengen. Maar waar het verschil dan vaak in zit, is op het moment dat je niet op tijd terugbetaalt. Dus de rente die je betaalt. Het maximum ligt zoals gezegd op 14%. En de ING zit daar het laagste bij met 12,4%. En nou heb ik deze informatie dus duidelijk in één overzicht. Dus zoals gezegd, als jij de video stilzet kun je alles rustig lezen. Maar het is juist heel erg moeilijk om deze informatie te vinden. Niet het bedrag over hoe lang het verzekerd is of wat het minimum of maximum bedrag per maand is. Maar vooral wat het rentepercentage is op het moment dat je niet op tijd terug kunt betalen. Dus dat je eigenlijk geld gaat lenen. Nou, als ze dat al vermelden, dan stoppen ze het vaak op 3 pagina's verder of in een pdfje die je moet downloaden, noem het allemaal op. Het is zeker niet makkelijk te vinden wat het nou kost op het moment dat je niet op tijd kunt terugbetalen. En dat was een van de redenen dat ik ook heb genoteerd eigenlijk hoeveel kliks het nodig heeft om überhaupt die informatie te vinden. Nou, de SNS-bank was in dit geval van de banken de duidelijkste en daar was je gewoon in één klik kon je direct zien wat het percentage was. En dat was dus die 13,5%. Maar veel andere banken zaten 2 of zelfs 3 kliks en vaak ook nog heel onlogische kliks. Dus laten we kijken naar Knap. Dan hadden we dus 3 kliks die vaak nog lastig te vinden waren. Dus als je echt op zoek moet naar deze informatie en je weet dat die er is om hem überhaupt gevonden te krijgen. Dus zeker kijk naar de kosten die ze vaak ook in rekening brengen bij zo'n creditcard. Want dat zijn vaak de dingen die ze niet willen adverteren eigenlijk. En dat zijn juist dus waar je mee in de problemen kunt komen. En juist ook eigenlijk wel de gegevens die je nodig hebt om een vergelijking te maken van welke creditcard past het beste bij jou. Maar natuurlijk hoef je niet alleen bij je eigen bank aan te kloppen voor een creditcard. Je kunt ook gewoon bij een andere aanbieder op zoek gaan naar een creditcard. En er zijn inmiddels veel aanbieders die het aanbieden. Natuurlijk heb je de creditcardbedrijven zelf of ICS in Nederland. Maar denk ook bijvoorbeeld aan bedrijven zoals de Bijenkorf of de ANWB die het aan de ene kant aanbieden aan hun leden, maar ook eigenlijk iedereen kan een creditcard bij hun afsluiten. Laten we dan ook even deze 3 bedrijven als voorbeeld nemen. Kijken we naar de limieten, die zijn overal 2500 en ook eigenlijk overal 180 dagen standaard verzekering. Dat is eigenlijk wel het normaalste. Het is eigenlijk bij de kost dat het uiteenloopt, van aan de ANWB €16 tot bij de ICS €36. Ook hier zijn de valuta en geldopnames eigenlijk hetzelfde en de rentepercentages liggen overal weer op die 14%. Het enige verschil hier is dat de ANWB eigenlijk meteen op dezelfde pagina nog laat zien dat het 14% kost als je het niet op tijd terugbetaalt. Terwijl je juist bij de Bijenkorf weer heel veel moeite moet doen. En eigenlijk zelfs in de reglement of voorwaardes moet gaan zoeken naar dit bedrag. En het nergens geadverteerd staat. Dus alleen om die reden zou ik al niet kiezen voor de Bijenkorf in dit geval. Maar juist voor de ANWB. Ten eerste omdat ze de goedkoopste zijn met €16. Maar ook omdat ze gewoon de kosten meteen op de eerste pagina laten zien. Nou wil ik binnenkort nog wel meer aanbieders gaan behandelen of verwerken in dit overzicht eigenlijk. Nou, als je daar meer informatie over wilt zien, ik zal even een link plaatsen onder deze video naar het blog. Dan werk ik gewoon die blogpost bij en kun je rustig telkens
als je op zoek bent naar een creditcard, de actuele informatie eigenlijk terugvinden in dat blog. Mocht je nou op het punt staan dus een creditcard te gaan willen afnemen, en heb je misschien wel uit een van deze aanbieders een creditcard kunnen kiezen, misschien bij de bank waarbij je bij zat, of bijvoorbeeld de ANWB, omdat je liever zonder je eigen bank doet. Er zijn nog een paar dingen waar je op moet letten, en dat zijn ook een beetje de nadelen van creditcards. Ten eerste is dat natuurlijk, zoals gezegd, het afbetalen. Mocht je nou een keer een tijd hebben dat je het niet op tijd afbetaalt aan het einde van de maand, dan ga je in principe dat geldbedrag dus lenen. En is dat rentepercentage van 14% op jaarbasis dus van toepassing op het bedrag wat bij jou open staat. En zeker als je dan weet dat je op dit moment 0,02% rente krijgt op geld dat je op de bank hebt staan, maar 14% rente moet betalen op geld dat je gaat lenen bij diezelfde bank. Nou, dan kun je er maar beter voor zorgen dat je alles wat je via je creditcard doet, en dat je in ieder geval genoeg geld achter de hand hebt, op je bankrekening hebt staan, want daar wordt het aan het einde van de maand automatisch afgeschreven. Dat je dat gewoon daar hebt staan, zodat het elke maand de maand afsluit met een saldo van 0. En dat je dus niet gaat zorgen dat je op afbetaling moet gaan doen. Een tweede punt waar je op kunt letten zijn de jaarlijkse kosten. Nou hoeft het niet zo te zijn dat je per se de goedkoopste neemt, want het is waarschijnlijk interessanter om hem bij je eigen bank te nemen bijvoorbeeld. Maar houd er rekening mee dat er kosten aan verbonden zijn. Dus ook als je de creditcard niet gebruikt, dan heb je al vaste kosten. En zeker wanneer je dus ook de creditcard gaat gebruiken, komen er nog extra kosten bij. En dat heeft dan vaak te maken, zoals gezegd, met een valutawisseling. Dus dat je iets koopt in dollars, terwijl je het eigenlijk in euro's hier afrekent. Of het kan ook zo zijn dat je contant geld op gaat nemen op vakantie. Dan is het vaak slimmer om dat of met je pinpas te doen, of überhaupt gewoon je pinpas te gebruiken wanneer je binnen de EU bent bijvoorbeeld. Want dan ben je altijd goedkoper uit. Maar mocht je nou bijvoorbeeld in Amerika contant geld opnemen, dan is het dus zomaar mogelijk dat je 4% betaalt met een minimum van 4,5 euro. Dus stel je neemt daar 1000 euro op, dan zul je 4% transactiekosten daarover betalen. Dan wordt er aan het einde van de maand dus 40 euro afgeschreven als je 1000 euro hebt opgenomen, omdat dat die 4% is. Dus is het vaak slimmer om überhaupt gewoon gebruik te maken van je creditcard of een pinpas, of in ieder geval te zorgen dat je op een andere manier contant geld hebt. Want dat bespaar je eigenlijk al kosten mee. En dat waren tot zover eigenlijk de punten waar je op moet letten. De nadelen van een creditcard, dat valt denk ik op zich wel mee. Zeker als je gewoon een beetje op let, dan heb je zeker niks om eigenlijk zorgen over te maken, als je maar iedere keer op tijd je schuld aan het einde van de maand afbetaalt. En zodra je dat doet, heb je eigenlijk alleen maar voordelen aan een creditcard. Zoals gezegd, online zijn heel veel producten al verzekerd. Op het moment dat je iets online koopt, en zeker op vakantie, heb je het steeds vaker nodig. Dus het is alleen maar gemak biedt het eigenlijk. Het is ook best wel veilig, want je hebt tegenwoordig ook vaak apps. Dat mocht je gebruik maken van je creditcard, iedereen weet dat er een nummer op staat. Nou, als iemand dat nummer zou weten, zouden ze gebruik kunnen maken van je creditcard. Wat je vaak ziet, wat het vaak veel beter beveiligd is, dat er nog een pincode bij komt kijken. Of dat je een app hebt op je telefoon waarbij je eigenlijk de transactie direct goedkeurt. Of afkeurt in dat geval wanneer die niet van jou is. Dus ook over veiligheid heb je eigenlijk niks te klagen. Dat is eigenlijk net zo veilig als bij een pinpas die je op dit moment gebruikt. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Vond je nou een leuke en interessante video? Geef even een duimpje omhoog. Vond je wat minder? Laat even in de reacties onder deze video weten. Dan probeer ik dat weer mee te nemen naar een volgende video. Als je nog vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van deze video, kun je natuurlijk onder deze video je reactie achterlaten. En dan vind je trouwens ook de Discord chat link naar onze Discord chat dus, waar we met meer dan 450 mensen over dit soort onderwerpen praten. En zoals gezegd maak ik elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, klik dan hieronder op abonneren en zeker ook op het belicoontje. Dan krijg je een melding wanneer er weer een nieuwe video online staat. Dan mis je nooit meer een video en zie ik je graag in de volgende video weer terug.